En als de armen goed zitten, want normaal gezien doet ze er anderhalf uur ongeveer over. Met een helm! Een helm? Ja, ik krijg hem direct. Ja, maar gift, hij moet niet afdrogen. Zie dat ik nu ja, direct. Snel, wat snel. Ja, kom aan, hup! Ja, ja, ja! Ja. Beginnen! Hup! Hup, hup, sorry, man. Thank you. Draai het maar! Ja! Kom aan! Dat is minuut 20. Een uur 24! Yes! Yeah. Yes! First woman! Yeah! Yes! We hebben maar de flits gezien, maar eigenlijk hebben we al genoeg gezien. Dat is een fantastische flits. Nee? Kon niet beter. Die glimlach op haar gezicht. Ik had ze echt nog niet verwacht. Ik zei maar, er waren al twee van de minder valide gepasseerd. Ik zeg, ik ga mijn kodaksje bovenhalen. Zomaar dat ik hem zou vast hebben. En dat was het er, hè? Daar zo erg aan, hè, dat ze ook dezelfde tijd moeten hebben als de valide ook. En dat is toch heel moeilijk met fietsen. Bergen, wind, hitte. Alles wat je hebben kunt. Is ze daar? Ja, ze is daar. Ongelooflijk. Super. Ze kan het nog halen. Oh, veel drinken, hè. Ja, maar nog maar moeten. Rechtdoor! Dat moet zeker te halen zijn, hè. Ze heeft uren met plaatselijke rondeke erbij. Ze komt er. Ze komt er. Yes. Ik hoop het. Ja, zeker. Echt zeker. Voor haar. Zeker. Ze verdient dat, hè. Kilometers aan een stuk. Je ziet de weg zinderen van de hitte gewoon. Naast u de lavavelden, de zon die van bovenuit op uw bol schijnt. Van beneden vanuit de grond. Je hangt heel laag met je fiets en de hitte komt gewoon uit de grond. Het is een verschrikkelijke warmte en ja, de wind die blaast daar tot 70 per uur tegen. En het was geen 200 meter vlak en eindeloos lang. Ik
denk nog een minuut of acht. Het is nu 5:20. Ze moet daar binnen zijn om 5:30. Ik hoop het. Nu tellen de minuten, hè. Nee. Ja, maar ik zag... Een motto. Ik zag een motto, maar het is een Vespa. De 3 minuten. Dat op 10:30, dat op 3 minuten aankomen, hè. Op 2 minuten. Dat zal erg zijn, hè. Erik! Op 4 maal is het. Vier mijl, dat is... Hoe is dat? Dat is nog 8 kilometer. Dat is dus nog 7 kilometer. Ik heb een ferm patat gehad dan. Kan, hè. Dat is ook niet niks, hè. Ik had hem maar anders wel gegund. Dat ze te laat is. Dat wist ik als niet. Laura Australia. Great Council from Avondale, Australia. The 2 all the flag. 42-year-old. You are an Iron Man. Laura Jones from the Lincoln, Australia. The 42-year-old engineer. There's another year. Okay? There's another year. And I bet the next year you're gonna finish, okay? I have got the progress. You never know, okay? Alright? We're proud of you. All of us are, okay? Very proud of you. Was ik super teleurgesteld van ja, ik heb heel die weg afgelegd en dan kom de stomme 15 minuten te laat binnen en je mocht niet meer vertrekken. Ik voelde me nog echt fris om die 42 kilometer te gaan wielen, maar achteraf bezien van wat dat ik daar gedaan heb, ik voel mezelf een Iron Lady. En als mijn ziekte het toelaat en de conditie is goed, dan zien ze mij hier volgend jaar terug. Willemie geeft zo snel niet op. Hè. En als ik zie wat ik nu gedaan heb, met al die pech, ik denk dat er zeker toch wel een mogelijkheid in zit. Eigenlijk gaat het niet zo goed.
Ik heb eind januari heb ik een zware opstoot gekregen van de ziekte. Dus ja, ik wist dat het progressief is. En, maar het komt altijd te snel. En ja, het gaat eigenlijk echt niet goed. Ik heb vandaag nog eens een goede dag. En daar geniet ik ten volle van. Maar er zijn weinig goede dagen nog. Ik heb heel veel pijn. De verlamming is hoger gegaan en ja, 's nachts ook heel weinig slaap. Overdag ook soms niet weten waar kruipen van pijn. En dat is toch wel het ergste wat er is. Het ligt nu allemaal stil. Pijn putt u ook enorm uit. Ik mis het enorm. Ja, van 27 à 30 uur per week trainen naar totaal niks. Het is heel moeilijk en ja, die wieler en die bike die staan hier en ja, ik durf niet in de toekomst kijken. Ik heb voor mezelf wel uitgemaakt van hoe ver ik wil gaan. Ik wil toch wel dat er een waardigheid is en dat er een schoonheid is in het leven. Leven zoals een plant, dat hoeft voor mij niet. Dat klinkt misschien keihard, maar ik wil Marieke blijven. Ik wil die waarde houden. Een heel fijne sport, want strand is normaal iets wat dan niet toegankelijk is voor iemand in een rolstoel. En nu zo kunnen vliegen over het strand, dat is zalig gewoon. Dat is ons Marieke altijd zoeken naar nieuwe uitdagingen. Ja, het is altijd de ene sport na de andere geweest en waar dat ze toch wel wat weet in te bereiken. Dit is puur fun, hè? En dit is niet meer de bedoeling van nog ergens iets te gaan realiseren. Dat is puur fun. En wij gunnen dat haar, dat is plezant. Voor ons ook plezant. Er zijn zo een heel aantal nieuwe dingen in mijn leven gekomen. Zo, ja, als dit blokkaarten. Maar dan ook Sam. Dat is mijn grootste schat. Dat is mijn hulphondje die ik zelf aan het opleiden ben. En dat is ongelooflijk. Dingen die ik niet meer kan, doet zij voor mij. Bijvoorbeeld, die raapt zelfs een eurocent op. Die doet mijn sokken uit, die doet de gordijnen dicht. Dat is een ongelooflijke hulp. En het is niet alleen fysieke hulp, maar ook mentaal. Ook, er is altijd iemand bij me. Die is nooit slecht gezind. En die, ja, er is altijd iemand bij me. Dat is het beste wat dat me ooit kon overkomen. Zijnneke! Ja? Die is gek! Flink, assie. Flink, tuk! 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 Flink, scherpe. Dan. Flinke mee. De grootste achteruitgang was vorig jaar. Ja. Wij hopen vooral positieve dingen te zien. En zolang als wij dus geen snelle achteruitgang zien, dan denken we dat gestabiliseerd is. En dat er toch nog een bepaalde toekomst voorhanden is. Wij hopen dat.